Oké, okay, rennen jongens. Beveiliging. Waar de hoofding? Weg. Yo mensen van mijn kanaal, we zijn weer bij de legerbasis. Een paar maanden geleden is hier een video van op mijn kanaal gekomen. Komt hier even shot. Oké, okay, hier komt even een klein stukje. Lekker voor je. Look at this dude. Wait till you see the... No. Who is? Vandaag gaan we er weer in. Vandaag gaan we overdag. Bij de vorige video hadden we maar 10 bunkers ongeveer gezien. Maar nou, er zijn er 90, dus we gaan nou echt heel de middag rondlopen. Hey, maar en... nu is het licht, dus mijn kut. Ja, nu kunnen we het echt, nu kun je echt alles zien. Nu gaan we ook naar de hoofdingang, waar je niet de vorige keer zei van daar zitten kunnen zwerven. Ja, maar de vorige keer die zwerver zagen, zeg maar. Daar gaan we nu ook in. Weet je ook weer een munitieopslag? Een munitieopslag is er. Kijk, dat doe ik naast me. Hier is een. Ik denk het wel. Kijk eens aan. Prima. Ja, je ziet het prima. Echo! Dat ging goed hard. Hier ligt allemaal, hey, hier is fikje ingestookt. Kijk daar jongens, daar is die hele mooie. Die is echt vet, dan gaan we daar qua foto's maken. Kijk, hier liggen die zwervers denk ik. Nee guys, hier liggen zwervers. Ja, ik denk dat je allemaal mooi. Hier, doe even... lamp schijnen. Wat? Hier hebben ze koperdieven. Hier zijn al die koperdieven geweest, hè? Schijns lamp. Kijk. Schijns. Hier zijn allemaal koperdieven geweest. Alles hebben ze weg. Nee, dit is gewoon vuur. Of rook. En nee, dat is rook geweest. Dat is wel vet. Ja. Kost te veel tijd. Hier, al die bomen zijn laatst met de storm omgewaaid. Kijk. Kijk Gijs, dit is de rooi hier. Gijs. Oh, is hier gewoon een deur? Oh. Dat kan allemaal moeilijk gaan doen. Dat was daar zo'n rooi tekening. Ja, dat is kraftig. Oh, hier is niks. Brandalarm, omroep brandweer, 222. Na 17 uur op uw app. Als het al apps. Tuurlijk niet. Nee, uw app. 222. PC, wat is dit? Oh, schimmel. Dit is ijzer, ja toch? Oh, nee, dit is van hout. Ja, waar zijn je? Dat is een lucifer. Dat is wet, schat. Oké. Het is wel echt vet hier nu. We zien echt heel veel bunkers, meer dan de vorige keer. Het eens wel jammer is dat het regent, maar ja. Nou, het regent helemaal niet hard. Nee, het regent niet hard. Af en toe een paar druppeltjes, maar ja. Verder is het alles vet. Ik dat Gijs, je gaat dood. Hier Hier liep mijn vorige keer niet, maar hier zijn al die vette dingen met graffiti. Ja, is hier ook niet vlakbij waar we toen de eerste keer gingen? Ook voor die vier, maar die ik nooit geëdit heb. Oh ja, dat was het aan die kant. Echt al 2 jaar geleden, ja. Dit vind ik al een beetje asja. Ik weet niet of het door de wind is of dat gewoon kapot gemaakt is. Kijk, het is wel helemaal rot, maar
Nee, dat is gewoon gestampt, denk ik. Ja, er zit een ijzeren beugel langs, dat is gewoon kapot gestampt. Maar ja. Dat is me een beetje asociaal. Als je komt, gewoon heel laat alles. Kijk eens, kijk. Oh. Wacht. Doe hem nou eens dicht. Oké, dicht. Vroeger altijd helemaal zo met de hand moest doen. Dan ben je best lang bezig hoor. Ja, lijkt me ook. Ja, ja. Ja. Ik weet niet, lijkt me niet dat ze heel rode weken met de hand had. Bijna. Hoort hè, dat ik nou, nou, als hij dicht hoor je een dikke boom. Oké, nou is het boom. Oké, nou. Dan kijk niet verder. Nee, nee, deze kijk. Boom die is gewoon omgewaaid, ja, dus het is sowieso maanden, dat hier... Ja, kijk, die is echt net gezagen, dus, of ja, net, een maand of twee geleden. Misschien nog een week of zo, dus het is echt... Dus je er weet komen gewoon, hier nog beveiligingen en zo. Want er zijn verhaal dat er hier gewoon meer een busje door die paden allemaal heen rijden en alles controleren. Dus het is zeker dat ja, er elke week wel of iemand hier beveiliging is, doordat die boom omgezagen is. Hier, deze bunker is helemaal dicht gemaakt, dus waarom zou dat zijn? Dan ben ik ook vleermuizen. Wat staat hier nou weer? Muziek. In de middeleeuwen werden vleermuizen beschouwd als vogels. Ja, een hoop gezeik over vleermuizen. Wat is dit? Bescherming fauna doorgaans. Overwinterende vleermuizen, dus dat wil zeggen dat hier in de winter gewoon vleermuizen slapen. Wauw, kijk hoe vet, Gijs. Wat? Maar... Wij dachten dat er veilig aan kon. Alleen er was gewoon een mevrouw en loopt mijn hond op dezelfde trein hier als ons. Hier, jongens. Ja, kut. Rennen. Daar was de hoofdingang. Kom mensen. Hi Ben. Oké, rennen jongens. Beveiliging. Waar de hoofdingang? Weg. Hè? Ik weet niet of we het gezien hebben. Jawel. Nee, maar dat was denk ik. Dat was beveiliging. Die komt dan via de poort, denk ik, maar ja. Hier was vorige keer met die auto's en die fietsen. En daar is zo dat huis. Met die paintball, waar is het eigenlijk? Waar? Dat is daar, denk ik. En dat is het huisje met die paintball, of niet? Ja. Maar ik hoop dat we niet gepakt worden, dan. Ik hoop dat ze niet nog komen. Kijk. Oké, kijk, we gaan er nu uit, want kijk vanaf daar, daarachter, en dan naar links, waar we net, Doorman, daar, hè? Ja, en daar waren we net, weet het, bij de beveiliging. En dan langs die beveiliging is ook meteen het asielzoekerscentrum. En hier zijn we weer bij die kerstbomen. Ja, we gaan er nu uit. Dus ja, daar gaan we er al uit. Dus ik wil je alvast bedanken voor het kijken. Abonneer op Gijs. Share, like en subscribe. Oh,